Hoi, we gaan nu richting eind oktober en ik heb nog een aantal mooie dahlia's die ook nog prachtig staan in mijn tuin. In deze video wil ik jullie dus mijn dahlia's met jullie gaan doornemen. Ik wil met jullie gaan doornemen hoe ik dus nu al bezig ben met sommige dahlia's winterklaar te maken en klaar te maken om bovenop zolder te gaan bewaren. En ik wil jullie ook laten zien hoe ik dus dit jaar mijn dahlia's uit mijn kast heb gehaald. Mijn dahlia's van verleden jaar die ik bewaard heb. Hoe ik ze ben gaan voorttrekken bovenop zolder, het planten in de tuin en het verzorgen enzovoort naar wat jullie hier in mijn tuin kunnen zien. Verleden jaar heb ik alle dahlia's uit de tuin gehaald, zoals je hier kan zien. Ik heb ze gelabeld, ik heb er kranten omheen gewikkeld en ik heb alle dahlia's in een grote doos bewaard die ik ook dicht heb gedaan. Ik heb de doos bovenop zolder bewaard waar er geen verwarming is. En in een grote doos, in een dichte kast, zodat er geen licht bij komt. En zo heb ik eigenlijk de boel voor de winter bewaard. Hier zie je een opname van 16 januari 2020. Ik ben dus dit jaar heel vroeg begonnen met het voortrekken van mijn dahlia's. En je ziet hier ook dat er al leven is in mijn plant. De plant begint zich dus weer te ontwikkelen en die begint dus weer uit te gaan lopen. Ik ben heel vroeg begonnen dit jaar. Verleden jaar heb ik het in februari, maart gedaan. Maar ik gokte er eigenlijk op dat we al heel snel weer warmte zouden krijgen dit jaar. En dat ik dan dus ook eerder kan beginnen om de planten dus eerder voor te trekken. En dus eerder bloei zou krijgen in mijn tuin. Hier zie je een opname van 7 februari dit jaar. En je ziet al groene knopjes. Het gaat hier om mijn gele dahlia's. En het is me dus opgevallen dat mijn gele dahlia's veel eerder beginnen met ontwikkelen. En veel eerder weer het gaat doen en aanslaat. Hier zie je allemaal groene knopjes. Dus dit betekent dat ik deze knollen kan verdelen en dus meerdere dahlia's hieruit kan halen. Nou, dit ga ik dus onthouden. Voortaan begin ik elk jaar eerder met mijn gele dahlia's en de andere kleuren dahlia's haal ik wat later uit mijn kast. Het is hier 29 februari en je ziet dat deze dahlia er eigenlijk al helemaal klaar voor is. Die zou al dus bijna naar buiten kunnen gaan. Waren het niet dat je eigenlijk pas plant in mei, omdat je dan zeker ervan bent dat er geen vorst is. Maar ik gok erop dat het dit jaar eerder naar buiten kan, dat we dus al veel eerder de laatste vorstperiode krijgen. Nou, je kan hier dus zien dat er hiernaast nog een knop zich ontwikkelt. Dus dat betekent als ik dit straks goed snij, dan heb ik ook hier dus meerdere dahlia's uit deze knollen. Ik heb wel van deze ervaring geleerd en ik ben dus nog lerende. Dit is pas mijn tweede jaar dat ik met dahlia's werk. Van deze ervaring heb ik dus geleerd dat ik ook mijn gele dahlia's niet te vroeg uit de kast moet halen. Nou, je ziet me hier een knop eraf trekken. Dat komt omdat ik dus niet wil dat de plant nu al gaat bloeien. De plant mag voor mij pas bloeien als die buiten in de tuin staat en al lekker groot is. En dan pas wil ik dat de energie gaat naar het bloeien. Ik wil nu dat de energie blijft gaan naar de groei en ontwikkeling. Dus ik haal nu, zolang de plant binnen is, alle knoppen iedere keer er vanaf. Zoals ik al zei, ik ga voortaan de gele dahlia's toch iets later uit de kast halen, want anders zou die nu nog 2 maanden binnen moeten staan. Ja, en dat is eigenlijk wel jammer. Dus dat, van deze ervaring heb ik geleerd dat ik ook wat later ga beginnen met de gele dahlia's. Mijn overbuurvrouw had ook zin in dahlia's dit jaar, dus ik ga mijn dahlia's delen om ook wat aan mijn overbuurvrouw te kunnen geven. Zoals je hier zie je dus dat daar al wat uit groeit. Dus als ik dit goed snij, hier waar ik mijn vinger heb, dan heb ik daar dus een dahlia voor mijn overbuurvrouw erbij. Nou, de plant die zich al ontwikkelt, die hou ik lekker voor mezelf natuurlijk. Want daar heb ik al veel werk in gestoken. En ik zie daar ook nog een klein puntje. En als ik daar dus ook nog in kan snijden, dan heb ik dus uit de knollen die je hier ziet, kan ik al 3 plantjes halen. Kijk, zie hier, je ziet dus de stukken waarin ik het dus heb verdeeld. En je zag dat ik dus in elk geval al 3 planten hier uithaal dit jaar. Uit mijn gele dahlia's van verleden jaar. Verleden jaar was het dus 1 plantje en het heeft zich dus mooi kunnen ontwikkelen en verleden jaar en nu weer bij het voorttrekken, waardoor ik hier dus 3 plantjes uit kan halen. En daar zal mijn overbuurvrouw blij mee zijn, 1 voor mezelf en 2 voor haar. De plant die al wat groter is, die gaat nu in de pot en die kan dus in deze pot, heeft hij wat meer ruimte om verder te groeien. En de overige deeltjes, die heb ik weer teruggezet in een bak. Als ik dus de dahlia's uit de kast haal, stop ik ze in een plastic bakje zoals je hier kan zien. En ik gooi er wat aarde overheen. En daar laat ik het eigenlijk staan totdat ze groot genoeg zijn om verdeeld te worden en in een pot te gaan. Nou, deze blijft dus in de pot totdat ik ze naar buiten uit ga planten.
En dan gaan ze zo de tuin in. Ben je benieuwd naar de gele dahlia's van de overbuurvrouw? Wat later in deze video laat ik je een foto zien van wat zij met de plantjes heeft gedaan. We zijn hier 5 dagen verder en je kan het effect al zien van de knopjes die ik weg heb gehaald. Omdat ik de knopjes heb weggehaald. Kijk, hier zie je dan dus nog eigenlijk de wond, hè, waarin ik een knopje heb weggehaald. En doordat ik dat dus heb gedaan, zie je daaronder al dat die dus is gaan vertakken. Hier maakt de plant dus meerdere takjes aan. Nou, en daardoor is het dus erg belangrijk dat je ook vooral in het begin dat je de bloemknopjes goed weghaalt. Waardoor je dahlia wat meer zijtakjes gaat maken. En dan krijg je later dus een vollere bos met nog meer bloemen. Het is hier 12 maart, we zijn weer een weekje verder en je kan eigenlijk zien dat het hartstikke goed gaat met het voorttrekken. De plant in de pot is er wel klaar voor om in de tuin te gaan, maar die gaat nog in elk geval een maand moeten wachten. Dus voor die ben ik een beetje te vroeg begonnen, een beetje te overenthousiast. Maar in de pot kan je dus wel zien hoe dat dan, of in het bakje kan je zien dat ze nog weer verder mooi doorontwikkelen. Dus de verdeling is gewoon goed gegaan en de knol met het stukje groen gaat dus mooi groeien en je ziet dus inderdaad dat ik hier wel mooie planten uit ga krijgen. Ook mijn andere dahlia's beginnen het al mooi te doen en het is ook nog steeds 12 maart. Links zie je de red pygmies en rechts, even uit mijn hoofd denk ik dat dit ook gele dahlia's zijn. Zo lijkt het er wel op. En de red pygmies, dat is wel heel bijzonder, dat leer ik dus weer vandaag uit deze ervaring. Dat die anders kleuren. Kijk, hier zie je dus dat wanneer zij gaan groeien, zij dus inderdaad anders kleuren dan bij de gele dahlia's. Dus leuk om zo elk jaar weer nieuwe dingen te leren. Om de dahlia's voor te trekken heb je dus licht nodig, aarde nodig en water geven. En hier zie je, het is alweer 3 april en je ziet hier dat ik een paar uur per dag mijn dahlia's uitlaat. Ze hebben directe zonlicht nodig en wat wind om gezonde planten te worden. Het is hier 18 april en je ziet dat ik de dahlia's al een plekje ga geven in de tuin. Ik heb ze dus goed laten afharden, dus elke dag een aantal uren buiten laten staan, zodat ze vast aan de temperatuur konden wennen. Ik gok erop dat het niet meer gaat vriezen, dus hups, een plekje tussen de tulpen in. We springen flink vooruit in de tijd. Het is hier 18 juni. De dahlia's hebben allemaal een plek gekregen in mijn tuin. En dit is de allereerste dahlia die al begint met bloeien. Dit is de dahlia Procreon. En wat dat betreft vind ik dit wel een hele geweldige dahlia, omdat hij dus het vroegst begint met bloeien. Maar hij houdt het zelfs nu nog in oktober nog aardig vol. Ik vind het niet de makkelijkste dahlia die ik in mijn tuin heb staan. Dus wat dat betreft is het wel een lastige. Volgens mij heb ik daar wel wat beelden van om aan jullie te laten zien. Maar naarmate die dus groter wordt, is die dus heel lastig als je die niet goed verzorgt vanwege de regenbuien. Hier kun je een beetje zien wat andere mensen van de zomer zagen van mijn dahlia's Procreon wanneer ze langs mijn tuin liepen. Ze staken dus heel erg mooi boven mijn hekje uit. Maar je kan dus al wel zien, ze zijn heel hoog, hoger dan al mijn andere dahlia's. En ik heb er eigenlijk geen moeite voor gedaan om er stokken tussen te plaatsen om ze te verstevigen. En zolang de zon schijnt gaat het ook heel erg goed. En het was echt een lange periode in de zomer, helemaal droog. En ging het dus ook goed en perfect. Maar dan na regen waren echt hele stukken van deze plant allemaal kapot. Want het werd gewoon zwaar. Kijk, hier kun je het ook wel zien. Dan gaan ze echt lelijk hangen. Ze worden dus heel zwaar door de regenval. En hele stukken struiken, dus niet alleen één bloemsteel, maar gewoon hele stukken van de struik scheurden gewoon af bij regenval. En hier zie je weer wat beelden richting de herfst. De dahlia's Procreon, eens in de zomer de trots van mijn tuin, wat echt super prachtig was, ziet er gewoon echt niet meer mooi uit. Echte dahlia-kenners met echt veel verstand van de planten zal dit dus ook niet bij overkomen. Ik denk dat als ze deze video zien, ze dan gruwelen van hoe slecht ik het heb aangepakt. Nou ja, geeft niet. Van alles moet ik natuurlijk leren en dit is een leerervaring voor volgend jaar. Toen mijn dahlia's er dus zo uitzagen in mijn tuin, had ik besloten dat het even klaar is met de Procreon. Ik heb ze eruit gehaald en volgend jaar ga ik het gewoon veel beter aanpakken en ze veel beter verzorgen. Maar nog niet alles was verloren in mijn tuin met de Procreons. Je ziet hier nog 1 dahlia Procreon over. Die heb ik echt op tijd ben ik begonnen met hem flink te snoeien. Zorgen dat hij niet meer zo hoog over mijn hek uitkomt. Nog steeds wel een beetje, maar niet meer zo hoog als eerst.
Je ziet ook al stok tussen staan. Ik ben die gelijk gaan verstevigen. Dus van de 3 Procreon-struiken heb ik er nog eentje kunnen bewaren. En het is heel bijzonder, want dit is echt vandaag gemaakt. En kijk eens goed naar de kleuren. Ze kleuren nu zo anders dan in de zomer. Waar ze in de zomer meer oranje kleuren, kleuren ze nu in de richting de winter wat meer geel. Even tussendoor, zoals ik had beloofd, de dahlia's van de buurvrouw. Zij had ze in de potjes bewaard waarin ik ze aan haar had gegeven, maar dan in mooie bloempotjes gedaan. En ze zien er eigenlijk wel heel erg leuk en schattig uit. De dahlia's hebben het niet zo lang volgehouden als de dahlia's bij mij in de tuin. Die bloeien nog veel langer door in de tuin, totdat ik ze besloten had om ze uit de tuin te halen. Maar in de potjes staan ze eigenlijk ook wel leuk en schattig. Hier zie je dus van de zomer hoe mijn dahlia's het gedaan hebben. Je ziet achter zie je de dahlia's staan die nu nog steeds in de tuin aan het bloeien zijn. In het midden zie je mijn rode en mijn gele dahlia's staan. Ik vind vooral de rode dahlia's echt super mooi. En ik hoop eigenlijk dat ik volgend jaar bij het voorttrekken heel veel rode dahlia's weet te krijgen. Zodat ik dit hele middenstuk lijkt me mooi om echt vol met rode dahlia's te stoppen. De dahlia's trekken heel veel lieve heersbeestjes in de tuin aan, wat ook wel heel goed is, want op de planten zitten heel vaak bladluizen. En je ziet echt allemaal zwarte bladluizen dan iedere keer op de steeltjes onder de bloemknopjes zitten. En daar zijn dus de lieve heersbeestjes dol op. Dus ik ben dol op de lieve heersbeestjes, want zij eten de bladluizen dan weer op, waardoor mijn dahlia's mooier blijven. De dahlia's zijn absoluut mijn lievelingsplanten in de tuin. Terwijl er al veel kleur verdwijnt uit tuinen op dit moment, blijven mijn dahlia's heel mooi kleur geven. Dit zijn beelden die heb ik vandaag gefilmd. En je ziet dus, deze planten blijven het nog steeds hartstikke mooi doen. En dat is gewoon echt heel erg mooi om te zien. Ik moet ze natuurlijk wel goed blijven verzorgen. Dus dat betekent, alle uitgebloeide bloemen die je hier tussen ziet staan, moet ik eigenlijk gaan knippen. Dus ik moet wel echt weer even de tuin in en alles weer eruit gaan knippen. Niet al mijn dahlia's hebben al gebloeid. Zoals je hier kan zien, zie je dus de bloemknoppen van mijn rode pompomdahlia's. En dit duurt nog eventjes. Je ziet de bloemknoppen, ik moet echt nog even wachten, echt nog even geduld hebben. En straks zullen deze bloemknoppen pas gaan beginnen met bloeien. Maar ik heb gelukkig wel beelden van deze dahlia's van verleden jaar. Zo zullen ze er straks uitkomen te zien. Ik vind ze echt super mooi, super prachtig. Deze dahlia's, pompomdahlia's, bloeien het kortst bij mij in de tuin, want ze beginnen gewoon echt heel erg laat met bloeien. En ik zal ze ook laten staan totdat de eerste vorst is geweest. En daarna haal ik ze uit de tuin en gaan ze ook op zolder en wachten ze dus weer voor volgend jaar. Maar goed, ik ben inmiddels al begonnen met wat dahlia's uit mijn tuin te halen. Ik heb er inmiddels al een stuk of 5 uit mijn tuin gehaald die het toch al wat minder mooi deden. Maar ook heb ik van verleden jaar geleerd dat je het beste de dahlia's uit de tuin kan halen nadat er een aantal droge dagen is geweest. Want een natte grond, dan is het heel lastig om ze er heel uit te krijgen. Ik doe het altijd met een klein schepje. Met een riek is het makkelijkst, want je moet echt je best doen om de knollen niet te beschadigen. Nou, met mijn schepje gaat het eigenlijk wel aardig en heel soms laat één zo'n knol los. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Nou, zoals je hier kan zien, dit zijn dus mijn knollen die ik dus ga bewaren en die ik dus volgend jaar weer ga voorttrekken. En ik denk wel dat ik hier weer meer planten uit ga krijgen uit deze ene dahlia die je hier ziet. De andere dahlia's blijven het nog steeds hartstikke mooi doen in mijn tuin, dus dat is voor mij natuurlijk wel heel erg fijn. Inmiddels in mijn schuur staan dus al wat knollen te drogen en die laat ik drogen totdat de grond helemaal droog is. En dan ga ik met een borsteltje, veeg ik zoveel mogelijk wat grond weg. En daarna wordt dus de boel weer ingepakt, zoals je zag aan het begin van de video, in kranten gewikkeld, in een doos, doos op zolder. En dan volgend jaar februari, maart, dan gaat alles weer eruit en begin ik weer van vooraf aan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.